Meestal als we er een vinden, bijvoorbeeld bij Texel of in de Noordzee, vinden we niks anders dan een paar bakstenen en een aantal knollen. Want het hout is gewoon allemaal weg. En hier vinden we gewoon een compleet houten schip nog, wat nog helemaal intact is. Met alle details, de masten, het boegbeeld, alles ligt er nog op, zit er nog aan vast of ligt ernaast. Ja, dat is voor mensen die hierin interesse hebben, het biedt zoveel mogelijkheden om verder onderzoek te doen. Historici en archeologen zijn er helemaal vol van. Met trots presenteerden zij vandaag in een kerk in Medemblik de eerste beelden van het oorlogsschip met de naam Huis te Warmelo. Onderzoek rondom het schip is gedaan door het duikexpertisebureau Subzone in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. This summer has been very windy. So we have been a lot like standby, waiting the wind come down, so that we have been able to approach the site. Het is verongelukt, hè? Het is niet in een gevechtshandeling is het vergaan, maar het is op een rots gestoten, heel slecht weer, onbekende rots. Men wist überhaupt niet dat midden op zee daar nog een rots lag onder water. En dat schip heeft nog even door kunnen varen en is vervolgens recht naar beneden gezonken, anderhalf kilometer verderop van die rots. En het is zo recht naar beneden gaan, 64 meter diep. En dat is gewoon de plek waar het nu nog steeds ligt. En dat is 300 jaar geleden gebeurd. Nou, ik vind het voor de historie Medemblik een prachtig eikpunt om de geschiedenis vast te leggen. Hoe geweldig zo'n goed schip daar gebouwd is. Dat zie je ook aan de filmbeelden. Het oorlogsschip zal trouwens niet naar boven worden gehaald, omdat dat te duur is.